Langs een trottoir parkeren. Deze bakens stellen geparkeerde voertuigen voor in een straat van 7 meter breed. Er is voldoende plaats om je voertuig reglementair te parkeren tussen deze bakens. De lengte van de parkeerruimte is anderhalve keer de lengte van het voertuig. De breedte van de parkeerruimte is 2 meter en 3 meter. Het voertuig staat aan de hoek van het baken en op maximum 1 meter van deze hoek. Stel je voertuig op om het daarna achteruit te parkeren. Je mag de bakens niet raken. Rijd niet op de boordsteen. Zorg ervoor dat je voertuig evenwijdig met de stoep staat. De afstand tussen het voertuig en de stoep is minder dan 30 centimeter. Het voertuig moet zowel voor als achteraan minstens 1 meter van de baken staan. Klaksoneer wanneer je klaar bent met parkeren. De examinator zal dan de opstelling van je voertuig in de parkeerplaats beoordelen. Rijd uit de parkeerplaats. Plaats je voertuig evenwijdig met de parkeerplaats. De achterzijde van het voertuig moet voorbij het baken van 3 meter staan. Voor dit manoeuvre krijg je 2,5 minuut. Rijd gewoon vooruit tot het rechterachterwiel ongeveer ter hoogte van de hoek van het baken komt. Rijd dan achteruit tot de achterbouw over het trottoir komt. Draai dan volledig af. Trek de parkeerrem op. Bij het verlaten van de bestuurdersplaats. Je mag het voertuig verlaten om de afstand in te schatten. Je mag nooit over de witte lijn rijden.